Zonnige periode vandaag, maar ook kan er een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Dag, dit is het TV West Nieuws van donderdag 21 augustus. En mijn naam is Renate Sonneveld. Bewoners van de Haagse wijk Transvaal zijn blij met de beslissing van burgemeester Van Aartsen om risicovolle demonstraties te verbieden. In geen enkele woonwijk in Den Haag mag de komende 2 maanden gedemonstreerd worden. Er zijn wanordelijkheden in de stad geweest. We hebben slechte ervaringen met een aantal van die organisatoren van deze demonstraties. We willen niet dat dat in wijken à la Schilderswijk Transvaal gebeurt, maar ook niet in andere wijken in Den Haag. En er is een sfeer van provocatie en confrontatie rond die demonstraties ontstaan, die duidelijk maakt dat er een helder beleid moet zijn. Kijk, ik geef hem gelijk. Beter stoppen. Beter in Malieveld of ergens anders. Ja, ik vind het wel een goede zaak. Ik bedoel, als het allemaal op geweld uitdraait, dan heeft het allemaal geen nut. Dan moeten ze inderdaad, wat iemand een keer riep, maar naar Malieveld gaan, hè? Daar demonstreren. Maar dan wel vreedzaam. Er zijn voor 20 september door 7 verschillende groepen demonstraties aangekondigd. Waar ze wel kunnen worden gehouden, is nog niet duidelijk. Dat hangt dus samen met demonstratievrijheid. We kunnen niet demonstraties verbieden in Nederland. Dat is ook nooit mijn intentie geweest. Dat heeft de Haagse Raad heel goed begrepen. Dus wij gaan andere plekken in de stad aanwijzen. En daar ga ik mij met de politie danig op beraden. Ja, mogelijk zullen demonstraties moeten uitwijken naar het Malieveld. De organisator van de kermis begint zich ernstig zorgen te maken. Hij heeft nog geen contact gehad met de gemeente, maar hij houdt er rekening mee dat de kermis plaats moet maken voor de protesten. Al 80 jaar staat de kermis op het Haagse Malieveld. Maar deze keer dreigt het feestje verstoord te worden door een demonstratie van moslims. Gezien het risico van de demonstratie lijkt het niet voor de hand te liggen dat het protest tegelijkertijd met de kermis door kan gaan. En verbieden is ook niet waarschijnlijk, want het recht op demonstreren ligt in de grondwet verankerd. Daarom houden de exploitanten er rekening mee dat zij zich moeten aanpassen. We hebben dat jaren geleden al een keer gehad toen plotsklap de Rolling Stones het Malieveld kwamen bezoeken. En toen moest de kermis ervoor wijken. En dat kan dus gebeuren. In plaats van 18 dagen kermis werden het er 12. Ja, en dat betekent een kortere kermis, betekent minder omzet voor de exploitanten. En dat is door de gemeente uiteindelijk gecompenseerd. Vonk schat dat de omzet van de exploitanten met 25% daalt als het laatste weekend van de kermis wordt geschrapt. De gemeente kan nog niet ingaan op de zorgen. De burgemeester is nog bezig met het toetsen van de vergunningaanvragen van de kermis en van de demonstranten. En daarbij worden alle belangen afgewogen, zo zegt een woordvoerder. Verwarring in het verkeer in de Haagse wijk Vrederust. De gemeente heeft daar een aantal kruispunten aangepast, maar oude voorrangsborden zijn blijven staan. En daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Rustig aan, even pittig doorsturen. Mooi zo. Een rijles vanochtend. Terwijl instructrice Christine haar leerling wegwijs maakt in het verkeer, is het een uitdaging om in de wijk Vrederust de juiste verkeersregels te herkennen. Ja, mevrouw Koopmans, is dit een normale situatie? Nee, dit is geen normale situatie, nee. Want dit bord hangt hier normaal gesproken prima, maar niet met deze drempel ernaast. Wat is hier mis dan? Voetgangers, fietsers, brommers, alle andere bestuurders van motorvoertuigen en dergelijke, die hebben allemaal voorrang. Het bord vertelt dat ik alleen voorrang moet verlenen aan bestuurders, dus dat klopt niet. En het blijft niet bij dit kruispunt. Ook op andere plekken in de wijk is sprake van eenzelfde onduidelijke verkeerssituatie. Ontstaan doordat onlangs de drempels zijn aangelegd, maar de verkeersborden zijn vergeten. De gemeente Den Haag laat de verkeersborden alsnog weghalen. Hoe lang het duurt voordat alle borden weg zijn, is niet duidelijk. Voor de kust van Katwijk is gistermiddag een dode walvis ontdekt. Een reddingsboot heeft het 14 meter lange gevaarte weggesleept. De walvis is in de branding bij Scheveningen neergelegd. Medewerkers van Museum Naturalis gaan het dode beest vandaag onderzoeken. Sterrenteams van Ajax en Sparta hebben gisteravond voormalig profvoetballer Wout Holveda uit Leiden geëerd met een benefietwedstrijd in Rijnsburg. De 56-jarige Leidenaar kampt met Alzheimer, mede als gevolg van de vele kopballen in zijn loopbaan. De opbrengst van de wedstrijd bij Rijnsburgse Boys gaat naar de Stichting Alzheimer Nederland. Aan het duel tussen Sparta Legends en Lucky Ajax deden veel voormalig Oranje Internationals mee. Ook Holveda speelde en scoorde. De krakers van De Vloek op Scheveningen gaan manifestaties en een open dag organiseren om de culturele vrijplaats te behoeden voor sloop.
De gemeente Den Haag wil dat de vloek in januari 2015 gesloopt wordt om plaats te maken voor een topzeilcentrum. En dat vinden de bezoekers van de vloek eeuwig zonde. Ja, het is ontzettend jammer dat dit complex bedreigd wordt, omdat hier zulke fantastische dingen gebeuren. Dat staat allemaal nu op de tocht, omdat hier dus kennelijk een topsportzeilcentrum moet komen. Wat er overigens al is aan de overkant van de straat. Ik denk dat het heel goed is om eerst de plek die er is te benutten daarvoor. En dat daar niet een project als de vloek voor weg moet. Hier vinden allerlei concerten plaats en theatergroepen die kunnen hier oefenen. Hier is een metaalwerk plaats, nu iemand aan het werk. Ik ga zeker naar de manifestatie die er in september is op het Spui. En dan is er ook een open dag en dan ga ik ook even kijken. Ja. Op 7 september hebben we hier een open dag en willen we eigenlijk iedereen Den Haag uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen. De vloek moet blijven. De vloek moet blijven, zo is dat. Gaan we verder met de kranten. De Volkskrant schrijft dat medewerkers van Defensie in de grensgebieden in contact zijn gekomen met zeer kankerverwekkende stoffen. Defensie zou al sinds 1999 weten van de gevaarlijke stoffen. En dat blijkt uit rapporten die de krant in bezit heeft. Ongeveer 100 zieke oud-werknemers hebben zich gemeld. Ze willen een schadevergoeding. De Telegraaf dan. Die meldt dat luchtvaartmaatschappij Transavia een prijsstunter wordt. Net als EasyJet en Ryanair. Volgens bronnen binnen het bedrijf gaan de tarieven voor tickets flink omlaag. Transavia wil ook gaan samenwerken met onder meer Air France. Bij het personeel heerst grote onrust over de plannen. In september zou meer bekend moeten worden. VVD-Kamerlid Rutmer Heerema wil dat kustgemeenten voortaan meeuwen mogen afschieten. Dat staat op de voorpagina van het AD. Heerema vindt dat de vogels te veel overlast veroorzaken. Op dit moment zijn meeuwen nog een beschermde diersoort. Volgens de vogelbescherming zijn er op het moment juist minder meeuwen dan voorheen. En dan nog dit. Een bijzondere reddingsactie vannacht door politie en brandweer. Een vreemd en jankend geluid uit een ondergrondse afvalcontainer aan de Curtislaan in Den Haag hield de buurtbewoners uit hun slaap. Het angstaanjagende gehuil bleek uiteindelijk een onschuldige oorzaak te hebben. En tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws op omroepwest.nl, op onze apps voor tablet en mobiel en op 89.3 Radio West. Fijne dag vandaag. Dag.